Wat heb je zelf in gedachten? Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Toch? Nee, dinsdag. Het is dan dinsdag. Het is vandaag Koningsdag. Kijk, ik heb gelijk even oranje aangedaan. En we gaan vandaag echt iets mega leuks doen. Ik sta even in de schaduw van mijn eigen trailer, want het is heerlijk weer. Het is perfect weer voor hetgene wat wij vandaag gaan doen. Mega veel zin in. Jullie hebben het waarschijnlijk al lang aan de titel en de thumbnail en zo gezien. Maar ik ga nog even als verrassing houden, want Jehan komt straks hier naartoe. En dan ga ik de verrassing naar haar vertellen en dan gaan we ook haar eerste reactie filmen. Maar eerst ga ik even de trailer een beetje klaarmaken. Marley straks alvast pakken en dan kunnen we gaan. Want om 10 uur moeten we eigenlijk echt, het is nu 10 uur. Dus we lopen een klein beetje achter, maar goed, het is ongeveer 2 uur rijden. Dus die 10 minuutjes maken dan ook niet zoveel meer uit. Ik ben met Johannes. Hoi. Wij gaan naar Martje lopen, want nou ja, de trailer staat al klaar. Dus je hebt gezien dat we wel iets met de trailer gaan doen. Wat heb je zelf in gedachten? Ja, ik denk dat we foto's gaan maken of zo. Daarom zie ik er zo prachtig uit. Oh, nou ja. Jongens, jullie weten natuurlijk dat Jehan, hoeveel jaar? Drie, vier jaar of zo? 3,5. 3 jaar Marley heeft verzorgd. Daar komt het einde aan. Ja. Omdat natuurlijk Martje gaat verhuizen en Jehan, die is afhankelijk. Ik verhuis niet mee. Nee, sorry. Best wel veel mensen vroegen of je ook mee ging. Ja, echt heel veel. Ik krijg echt superveel DM's van, blijf je Marley verzorgen? Nee. Jan die is afhankelijk van haar fiets. Dus, ja. En zij woont ook helemaal niet in Wageningen natuurlijk. Het is nu voor je studie. Ja, anders woon jij in Brabant. Dus ja, niet ik zo... heb ook wel 2 jaar. Maar... Ja, oké. Okay. Maar het heeft niet zoveel zin om dan heen en weer naar Loenen te gaan rijden. En buiten dat staat natuurlijk Mar nu aan huis. Dus heb ik ook niet echt meer per se verzorgster nodig of zo voor de dagen dat ik niet meer kan. Dus ik wilde heel graag jou een hele leuke verrassing geven, maar dan niet zomaar een fotoshoot. Want het moet natuurlijk wel een beetje, weet ik veel, speciaal zijn of zo. Dus we gaan Mar inladen. Ja. En we gaan naar het strand toe. Oh! Dus we gaan lekker dat op het strand. Ja. Ben je ooit op het strand geweest met paarden? Nee, nooit. Nee, dat dacht ik dus al. Ik dacht misschien een keer vakantie iets of zo. Nee. Hey Martje! Oh, dat is leuk. Wij gaan naar het strand toe. Nee. Ja, want het leek me echt, zeg maar, het kwam een beetje perfect uit. Want kijk, het strand is leuk, maar in je eentje naar het strand gaan, ja, moet ik eerlijk zeggen, vind ik niet zoveel aan. Mm-hmm. Want dan rij je even een keer heen en weer op het strand. Ja, en dan heb je het wel gehad. Ja, weer gehad, zeg maar. Maar ik dacht, ja, ik heb zelf helemaal geen tweede paard natuurlijk op dit moment om samen een buitenrit te gaan maken of zo. Maar Anne is met Zilver nu op het strand. Oh. Een weekje. Dus ik wist nog van, Anne die zou inderdaad nog naar het strand gaan. Daar vertelt ze altijd heel veel. Ze is altijd heel het jaar lang is ze daar enthousiast over. Dat ze dan die week precies naar het strand toe gaat. En ja, het paard van Elsie Hinten, die is natuurlijk ingeslapen. Dus zij is daar naar eentje. Dus ik vroeg zo van, jij bent toch toevallig eind april op het strand. Vind je het misschien leuk als ik met Jehan kom? En dat jij dan met jij op Mar en dan Anne op Zilver. Want ik ga niet op Zilver op het strand. Feest is hartstikke gek. Ja, precies. Dat ga ik niet doen. Dus dan kunnen jullie tenminste gewoon lekker buiten rijden samen. Echt een leuke rit maken. En dan maak ik gewoon wat foto's en zo. Ja, leuk. En dan gaan we dat doen. Nice. Zit je? Ja, dat is echt leuk. Maar dat was dus eerst van de... daarom... wilde ik het wel nu al vertellen en niet pas als we aankomen, want het is gewoon bijna 2 uur rijden. Ja. Dus dat je sowieso, denk ik wel gegokt van als we die kant op gaan, dat we misschien daarheen gaan. Maar of je dressuurzadel of springzadel wil. Want op zich, dressuurzadel ben je natuurlijk meer gewend. Dus je ziet je misschien wat steviger in, maar met het strand met echt lekker galopperen dan en zo. Ja, dan is dat die winterzadel wat chiller denk ja, ik. Misschien wat chiller inderdaad. Misschien beter die meenemen. En ik weet ook niet, omdat je, ja kijk, Mar is natuurlijk heel lief. En jij bent natuurlijk ook wel met hem gewend om buiten te rijden, maar hij kan op het strand best wel pittig zijn. Ja. Dus ik weet ook niet of je misschien body protector of zo om wil of zo. Nee, ik weet het niet, meid. Maar goed, we proberen het gewoon. Ik denk dat hij hartstikke lief is hoor. Ja. Het is ook meer hij weet altijd wie erop zit natuurlijk. Ja, dat is ook dus zo. Als ik hij gaat bij mij ook minder hard als bij jou, ja. Precies, dus bij mij gaat hij gewoon random stijgen op het strand en zo, omdat hij dan wil galopperen. Dan mag hij, gaat hij maar omhoog. Ja. Nee, maar goed. Ik heb het nog nooit met de body protector geweest. Oh, nee, oké, dan is het misschien wel chiller om zonder te gaan. Maar ja, het zal me altijd eerst op mijn trailer liggen. Maar anders val je in het zand, dus dan val je toch zacht. Ja, precies. Of in het water. Ook leuk. Ga je mee, lieve schatje? Mar heeft wel echt drukke dagjes, want eergisteren heeft hij oefencross gereden. Oh ja, ik heb gisteren niks met hem. Nee, daarom zei ik dat hij gisteren vrij moest hebben. En daarom ook... Ja, dat dacht ik al, we gaan sowieso iets met hem doen, anders hoeft hij vandaag geen vrij. Nee, en daarom zei ik ook donderdag vrij. Want morgen heb ik crossles met hem. Aha. Ik dacht, ja, wordt wel een beetje veel oefencross, strandrit. Ja, je staat er net op, ik weet het. Kom. Hey, mee, liefje. Nou, we gaan naar het strand toe, kind. Ik weet dat je dat leuk vindt. Nou, wij gaan lekker Martje inladen. En dan zien we jullie, denk ik, bij het strand straks. Oh, oké, stop.
Ah, zilver in het al. Deze, hij shined echt met die zon. Ja, hij is mooi weer. Komt gewoon licht vanaf. Maar die denkt echt, wat ga ik verhuizen? Wat is dit? Nee, je gaat al nog verhuizen, niet. Maar nog niet. Nog niet. Hij is wel sterk hoor. Ja. Hij loopt wel een beetje te macho'en. Hè? Hij loopt hier wel een beetje te macho'en. Ja, al die nieuwe, ja, je ziet zilver, hij denkt, hè? Ja, hij ziet zilver, hij denkt, terror. Shit, weer aangevallen. Ik heb al zijn plannetje klaar, wat ga ik als eerste doen? Ja. Wacht even. Ja, wil je? Ja? Ik loop eerst nog omhoog. Daar gaat hij al. Zilver denkt, dit is leuk. Ja. Dit is gezellig. Ja. Zilver doet echt een beetje boos zo naar de rest. Van, ja, blijf van dat is mijn vriend. Ja, dat is mijn vriend inderdaad. Deze, ja, deze hoort bij mij. Hij is beschermend. Ja. Ja, maar hij kent hem natuurlijk nog wel. Ja, dat denk ik. Die hebben echt lang samen. Ja, die hebben jarenlang samen gestaan. Oh. Kom nou even naar voren rennen. Ja, ik wil gewoon eten, jongens. Ja. Ik denk echt, maar dit is lekker gras. Ik heb 2 uur op de geweest. Wij zijn geparkeerd. Volgens mij is zwaar illegaal, maar we hebben het gedaan. En iedereen is opgezadeld. Die handeltje op Mar. En Anne op Zilver. Zo, Zilver heeft ook gelijk weer het gaspedaal vol ingetrapt. Mar denkt gewoon, lalala. Nou, wij moeten weer lekker lopen. Wij hebben geen, hoe heet dat? Voertuig of iets om ons heen te brengen. Nou, op naar het strand. Ja, Han, je eerste reactie dat je het strand ziet. Wow. Oh my god. Nog nooit gezien. Ja, ik ben nooit op het strand. Nee. Zo, ik heb een paard. Nee, dat zeker niet. Zo. Oh, ik had ook maar mijn zonnebril opgedaan, zeg. Je hebt dit op. Ik heb er wel mee. Ja, mij ligt in de auto. I could probably use some heartbreak. Of the way you let me down, you fill me up with broken promises, 'cause you never keep them. I'm so sick of the way you let me down. So all my time. Wij zijn weer terug op stal en ik heb Mar even lekker afgespoten, want die zat natuurlijk ook helemaal onder het zand en zeewater, zout en alles en nog wat. Het is natuurlijk wel beter om hem dan even lekker af te spuiten en aangezien het toch hartstikke lekker weer is, dacht ik dan spuit ik hem even met lekker warm water af en dan mag hij eventjes lekker rollen. Ja. Een soort van, oh, ga nou niet in de kel liggen, ik ga je niet weer overeind duwen hoor. Maar hij heeft echt, nou dat is echt wel 8 jaar geleden denk ik, ging hij een keer in een kel rollen. Toen moesten we met 6 man moeten we hem overeind trekken. Oh, lekkere jongen. Morgen hebben we crossles, dus ik hoop dat je dan weer een beetje schoon bent. Wow, ik ben een beetje donker, maar het voelt best wel een beetje vreemd. Want ik zet Marley en Olympus echt super vaak samen in de paddock. En ja, dat heb ik eigenlijk nooit meer gedaan. Want ja, ik hoefde eigenlijk nooit meer ze natuurlijk samen te zetten of even 2 stallen vrij leeg te maken omdat ik moest uitmesten. Zet ik Mar gewoon even op de poetsplaats of ik zet hem gewoon eventjes in zijn weidje neer. Het is best wel raar, want ik heb eigenlijk, associeer ik de paddock met Marley en Olympus en nu zat alleen Mar erin. Maar goed, ik ga eventjes mijn zadel invetten, want mijn nieuwe zadel zat ook helemaal onder het zand en onder het zeewater. Oké, okay, change of plans. Ik ga mijn zadel niet invetten in mijn hoofdstel, want ik heb morgen crossles. En mijn zadel is natuurlijk heel erg nieuw, dus dan neemt hij nog niet zo snel van dat vet op. Dat zei Johan net allemaal tegen mij, weet ik hoe dat werkt. En dan ja, ga ik morgen alle kanten op glijden op mijn zadel. En dan zit waarschijnlijk ook mijn rijbroek natuurlijk helemaal onder. En ga morgen toch ook weer de waterbak in. Dus kan ik hem beter daarna eigenlijk schoonmaken. Dus ik laat hem nu nog even in de trailer liggen. Dan ga ik hem morgen wel even schoonmaken. Jan heeft het al uitgemest. Dan gaan wij denk ik eventjes een hooinet ophangen. En dan zijn we alweer bijna klaar om te gaan. Wij zijn klaar met alles. Mar staat lekker op stal.
Hallo. Wat vond je ervan? Ja, heel leuk. Oh, ik ben echt... Lange dag. Ja, god, het is nu 8 uur ja, ondertussen. Ja, het is bijna 8 uur. We zijn sinds 10 uur onderweg, dus dat is pittig lang. Hier jullie een paar van in de auto gezeten? Ja. Nou ja, een strandstukje en dan nog even geluncht en gedingest allemaal. Maar was het wel waar, toch? Ja, zeker. Ja, ik hoefde er niet veel voor te doen, ik hoefde alleen maar paardrijden. Dus lunch werd gewoon verzorgd. Dus, ja. Ja, je had een groen bij, die had ja, nog steeds. Ja, zeker, zeker. Nou, top. Op naar huis, ben kapot.